Van harte welkom, dit is een nieuwe aflevering van Zomervisite met een speciale gast en dat is Wim Reuvers. Wim, van harte welkom. Dankjewel. Een bekende Tielenaar. Ja. En geboren en getogen. Ik ben geboren en getogen Tielenaar, inderdaad. Wanneer was dat? Ik ben op een bijzondere datum, 1-1-1954, in Tiel geboren. En waar? Op de Hug. Op de Hug. Ja. Kun je wat vertellen over die vroege jaren? Ja, van de eerste jaren op de Hug weet ik natuurlijk weinig van. Maar wij zijn begin jaren 60 verhuisd, want dat huis was ontzettend klein. Ik kom namelijk uit een grote familie. Familie van? Van 15 kinderen. Zo. Ja. Jouw vader heeft een grote rol gespeeld in jouw leven, hè? Was een voorbeeld. Mijn vader en moeder samen. Hè? Allebei? Ja, bij mijn vader en moeder samen. Ja, wat me opvalt, ook in het voorgesprek, je spreekt met groot respect. Jouw vader heeft onder andere gevochten tijdens de Tweede Wereldoorlog op de Grebbeberg. Ja, mijn vader is voor zijn nummer in dienst geweest voor de oorlog. En dat was meen ik in 1938. Uh-huh. En die is toen de oorlog uitbrak, is die gemobiliseerd, noemen ze dat, opgeroepen voor deel te nemen aan het verdedigen van de Grebbeberg. Heeft hij daar veel over verteld na die oorlog? Nee, verrassend weinig. Maar wat hij verteld heeft, dat heeft wel indruk gemaakt? Toen niet zo erg, hè? Want je denkt zelf dat je ook een cowboy bent en wil je graag schieten en zo. Dus je wilt dan heel graag meer horen, maar het kwam eigenlijk niet te veel over zijn lippen. Alleen die fragmenten die hij vertelde, en naarmate je ouder wordt en je ga je eigen dan ook verdiepen in hetgeen wat daar werkelijk is gebeurd op de Grebbeberg, dan ga je ook het gevoel krijgen hoe die jongens daar dat meegemaakt hebben die 4-5 dagen. Uitspraken die hij gedaan heeft, wil je daarover praten als het gaat over die oorlog? Ja, kijk, mijn vader zei, toen vocht ik voor volk en vaderland. Want ik stelde hem een keer een hele foute vraag. Want ik vroeg aan mijn vader van, had je toen die strijd die begon, die oorlog die zo onder vuur lag, ga je toen niet kunnen wegsnijken, ga je toen niet weg kunnen lopen? Ja. En toen werd hij eigenlijk een beetje boos. Waarom? Nou, hij zei van, ik heb er nog een seconde over nagedacht om samen met die jongens waar ik het land mee moest verdedigen, om die ook maar 1 seconde in de steek te laten. Ja. En later begreep ik ook wel waarom. En toen had hij, vooral in de jaren 60 een beetje, dan begon hij nog wel eens over van, ja, als ik toen wist wat ik nu weet, hoe die oorlog is gegaan, en dan kwamen er veel emoties bij hem. Want natuurlijk lig je daar tegen je vijand te schieten, die voor je ligt, mm-hmm. Ja, maar misschien lagen zijn grootste vijanden wel achter. Ja. En daar heb je ook een mooie uitspraak over, hè? Hoe luidt die ook alweer? Ja, die luidt als volgt, die heb ik eigenlijk een beetje, God waak over mijn vrienden. Met mijn vijanden reken ik zelf wel af, want die liggen voor me. Maar je vrienden die staan achter je, kunnen nog wel eens grotere vijanden zijn. Als je denkt dat het vrienden zijn. Maar als je denkt dat het je vrienden zijn, en dan is het net andersom. Ja. Dus dat is een van mijn uitspraken die ik wel vaak gebruik, ja. Ja, en dat klopt ook natuurlijk. En dat klopt inderdaad. Je kijkt naarmate je ouder wordt in het leven, maak je bepaalde dingen mee waarvan je zegt van ja, heel veel tegeltjeswijsheden. Die hebben wel een kern van waarheid in daar zitten. Hey, die man die had dus 15 monden te voeden en zijn vrouw natuurlijk. Ja. Hoe heeft hij dat gedaan? Nou, mijn vader en moeder samen met mijn oudere broers en zusters. Want dat gaat namelijk gelijk op. Als je een grote familie bent, dan heb je de paar die 12, 13. Nou, dan ben jij in broeken van een jaar of 4-5. En dan voed je zijn gezin met z'n allen met elkaar eigenlijk op. Dat gebeurt eigenlijk gezamenlijk. Nou, oké. Okay. Wat was zijn beroep? Wat deed hij? Hij was koopman. Koopman? Ja. Dus handel? Handel. Hij was van het begin af aan, van huis uit vroeger hadden ze dus een kermis. Hè? Mm-hmm. Mijn opa die is in de jaren, ik meen 1895, 1896 naar Tiel toegekomen. En die heeft hier verrassend in dit gebied heeft hij heel veel van zijn tijd doorgebracht, rond de Middelse Straat. Hier heeft hij ook mijn oma leren kennen. En die is in Tiel blijven wonen, maar die heeft toen die kermiszaak altijd nog aangehouden tot een aantal jaren na de oorlog. Oké, okay, vandaar ook zeg maar die verbondenheid nog steeds, hè, met de nostalgische kermis bijvoorbeeld. Ja, mijn zoon is er nog helemaal desolaat van. Die had beter eigenlijk ook in die tijd geboren kunnen zijn, want die is er ontzettend wild op en die doet ook schitterend mooi. Mooie nostalgische attributen. De handel zit dus eigenlijk in het bloed? Dat is eigenlijk wel van, wat, zover als de Rik teruggegaan ben, de geschiedenis in onze familie wel, ik durf rustig zeggen, een paar honderd jaar aanwezig. Je woont zelf in het Visserstraatje. Ja. Midden eigenlijk in het centrum en heel veel mensen kennen dat niet. Nee. De geschiedenis van die straat, hoe zit dat?
ja, ik, in zoverre als ik het mede, ik heb ook wat wijsheden van Huub van Heiningen. Mm-hmm. Want dan vraag ik nog wel eens een keer wat aan als ik ergens niet uit kan komen. Ja, want je hebt interesse in geschiedenis in zijn algemeenheid, ja. Maar ook als het gaat om Tiel, hè? Of als om Tiel gaat, heel erg. Want ik bedoel, ik heb ook een beeld van hoe Tiel er heel ver in het verleden uitgezien heb. Omdat ik dus vanuit boeken die er geschreven zijn, mede door Huub van Heiningen en andere geschiedschrijvers, heb je dus van alle hoeken uit een beeld gekregen van Tiel, hoe Tiel er ongeveer uitgezien heb, ongeveer. En hoe is dat beeld volgens jou? Nou, als we nou praten over de Westluiderse poort, de Burense poort, de Zandwijkse poort, daar heb ik een, door hele kleine fragmentjes een duidelijk beeld van hoe ik er vroeger uitgezien heb. Nou, hoe ziet dat eruit dan? Ja, Tiel aan het water? Tiel aan het water, Tiel, maar dan met name aan de oostkant, de wat nu de dode Lingen is ooit de levende Lingen geweest. Ja, die was vele malen groter en belangrijker dan dat die nu is. Ja, en die stroomde vlak achter het Visserstraatje langs. En vanuit de geschiedenis blijkt het zo te zijn dat er met name in het Visserstraatje een hele hoop kleine huisjes hebben gestaan. En dat blijkt ook wel, want die zijn er net in de jaren 50, 60 een hoop van afgebroken. En daar woonden de vissers in, die vanuit dat straatje de Lingen of de Waal op gingen om te gaan vissen. Dat, ja, ook, is ook zo'n mooie naam, hè? De Kijkuit en Voor de Kijkuit. Iedereen, ja, kent die naam. Ja. Hoe zit dat precies? Wat ik dus ervan begrepen heb, is dat je op een bepaald punt in Tiel heb je een verhoging zitten. En dat noemden ze de Uitkijk. Daar gingen ze de mensen op de uitkijk staan of dat de schepen naar Tiel kwamen. En in de volksmond is dat. Praat je echt over de middeleeuwen en nog daarvoor, hè? Ja, kijk, als je praat in 1800, 1700, 1800, dan gaan bepaalde dingen die door de woorden verbasterd worden. Hè? Ja. Dan zeg je niet meer, ga dus op de uitkijk staan. Dan zeg ik, ga dus naar de kijk uit. En vandaar dat, dat heette toen Staatse Straat. Uh-huh. De naam Kijk uit, denk ik, geboren is. Ja. Handel zit in het bloed. Kleine Wim wordt groot. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, kleine Wimpjes worden groot. Ja, inderdaad. Ja. Nou, kijk, van de jaren op de Hug, waar ik geboren ben, daar weet ik eigenlijk weinig van. Want toen was ik een jaar of 6, 7 toen wij verhuisden naar de Grote Brugse Grindweg. Uh-huh. En toen had ik inmiddels een paar broers, die waren ook al een paar jaar ouder. En dat was voor ons een huis en een volksbuurt, wat jongens van mijn leeftijd, waar we ons eigenlijk heel goed konden vermaken. Groot grasveld erachter. Een gezellige buurt vroeger. Met heel veel mensen van je eigen komaf, zeg maar. Ja. En daar ben ik eigenlijk wel het grootste gedeelte van mijn leven opgegroeid, tot de jaren 70 toe. School gevolgd, ja. Hoe moet ik dat zien? Ja, ik heb de school gevolgd totdat ik een jaar of 14 was. Toen heb ik maar net de vijfde klas gehaald. Ja. En toen moest ik al doorstromen naar de ambachtschool, noemden ze dat vroeger. Zeg maar later LTS. Later de LTS, was de ambachtschool. Daar heb ik mijn studie gevolgd als metaalbewerker. Dat deed ik me heel veel plezier. Maar mijn hart lag toen eigenlijk al in automonteur. Oké. Okay. Omdat er bij ons in de familie al een paar auto's waren, een stuk of 4, 5. Uh-huh. En toen, dat kon ik niet worden, want ik moest eerst die jaren voor de metaalbewerkingen doormaken. En dat heb ik dus gedaan. Goed, daar dus ook de liefde van voor oude auto's. Ja. Want je hebt er veel, hè? Veel oude auto's. Ik vanuit heb de jaren 50, 40, ja. Oldtimers. Ja. Ja. Zo ben je ook betrokken bij de Tielse Automobielclub. Ja, medeoprichter. Je medeoprichter. Ja. Is dat een grote club en wat doen jullie? Wij hebben ongeveer 80 tot 85 leden. En het is een hele, met name gezellige club. Uh-huh. En ja, we doen het met heel veel liefde en plezier. En dan is het een aantal ritten per jaar die gereden worden. Ja. Ja. Die voorliefde van oude wagens, oldtimers. Wat doe je daarmee? Nu? Wat ik er nu mee doe? Ja. Ik heb voor een aantal jaren geleden, mede dankzij mijn schoondochter, die vond het heel leuk om die auto's te toon te stellen en er een soort museum van te maken. Ja, precies. Daar ken ik dat nog van. Het oude sloperijmuseum. Ja. En dat had ze fantastisch mooi gedaan. Een heel programma er rondomheen gemaakt. Alleen dat kon helaas geen stand houden, want dat pand heb ik vroegtijdig moeten verkopen. Mm-hmm. Maar de liefde om dat nog eens een keer op te bouwen, dat groeit bij ons nog steeds. Ja. Dat zit nog steeds in het vat? Ja, dat is nog wel een van mijn dingen die ik graag nog wel zou willen doen. Je hebt dat pand moeten verkopen, zei je net. En waarom? Ja, nou ja, goed. Er kwam een turbulente periode aan in 2007, 2008. Ja, als ik je even mag onderbreken, want we zitten hier op het vijverterrein. Ja. Daar is waar we opnemen. Ja. En de naam Willem Reuvels is daar onlosmakelijk mee verbonden. Klap. Hoe zit dat? Ik heb dit trein ooit eens gekocht in 1989. Ja. En
toen werd die koop die werd een beetje ja, zeg maar, gefrustreerd, geblokkeerd. Uh-huh. Er waren nog wat aantal ondernemers in Tiel, daar hadden we samen de plannen mee om hier wat bedrijven op te zetten. Want jij wilde hier jouw autosloperij bedrijf starten. Ja, waarom had je die ruimte nodig? Nou, de groei vanuit de Visserstraat in de jaren 80, dat begon heel erg te groeien. Wij kregen ontzettend veel klanten die de auto's ons kwijt wouden, maar die konden wij in de Visserstraat niet kwijt. Toen had je nog vele autosloperijen, dat is nu helemaal gereguleerd, hè? Ja, dat is ontzettend ingekrompen. Maar je zult ongetwijfeld trots zijn, jouw zoon Benny die draait nu de dagelijkse autosloperij, maar ja. Je bent er natuurlijk hartstikke bij betrokken. Een van de grootste van Nederland. Ik ben trots op al mijn zoons, ik heb er 5. Snap ik. En er zitten alle 5 in het bedrijf. Mijn oudste en mijn jongste zoon die zitten met name op dit gedeelte van het vijverterrein met een bandenhandel. Ja. Die doen het gigantisch goed. En mijn ene de oudste zoon met de andere jongens die daaronder volgen, die runnen dan de zaak op de Noorderhavenweg. Die zaak die heb ik mede op kunnen bouwen, juist door de inzet van de jongens ook toen ze jong waren. Ja. Dus die waren eigenlijk toen al net zo creatief als ik in hun jonge jaren en ik in mijn jonge jaren was. Waren hun ook heel erg creatief. Maar dan nogmaals, waarom zoveel ruimte nodig? Gaat het om opslag of hoe moet je dat zien? Nou, je zei het net zelf al. Er zijn een hele hoop sloperijen toen in de jaren, die zijn uitgekocht. Die werden dus gesaneerd. Ja. En logisch natuurlijk ook, want er gebeurde van alles en nog wat. Milieutechnisch werd nergens naar gekeken. Ja. Ik mag van mezelf met trots zeggen dat ik toen ik jong was, al heel snel in de gaten had dat de wijze waarop er toen gesloopt werd, dat dat niet de goede wijze was. Ja. Maar ook door mensen van de provincie, waar ik veel gesprekken mee gehad heb in die periode. Van hoe ga je je bedrijf dan inrichten? En dat strookte toen wel met de wetgeving die er toen in de maak was. Oké. Okay. Dus daar heb je op geanticipeerd? Daar heb ik op geanticipeerd, ja. Nou, en dat is dus gelukt en daarom staat dat mooie bedrijf daar nu op de Zuid-Averweg. Ja, nou, er is niet zonder slag of stoot gegaan hoor. Nee. Er is echt heel veel voor komen kijken. Maar om dat kort te houden, we hebben toen met de jongens gerealiseerd dat we daarvan 800 vierkante meter in de Visserstraat konden verhuizen naar 1800 meter aan de Noorderhavenweg. Oké, maar dat was inmiddels ook al veel te klein eigenlijk. Dat was 1,5 jaar nadat ik er zat al veel te klein. En toen moesten we weer uitbreiden. Uh-huh. En toen is er een periode gekomen, toen moest ik naar andere locaties uitwijken. Ja. Waaronder ook nog veel over geschreven is en een hele hoop de Stationsstraat. Ja. Daar is er ook nog een onderdeel van. Maar goed, door toch op een bepaalde manier door te blijven borduren naar ruimte, is 10 jaar aan de hand, is het vijvertrein weer een keer in beeld gekomen. En dat kon ik dus in 1999, kon ik dat hele trein kopen, omdat het er verpauperd en er slecht bij lag. En die kans heb ik toen waargenomen. Dat konden wij vanuit ons bedrijf konden wij dat toen bekostigen. Maar goed, als we grote stappen maken, door de jaren heen, regelmatig dat de naam Reuvels voorbij kwam met de ontwikkeling van allerlei projecten hier op dat vijverterrein. Hoe strookt dat dan met elkaar? Ja, kijk, hoe dat met elkaar strookt, dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Dat kan ik in 2-3 woorden niet uitleggen. Ik bedoel, dat moet je toch wel weer een keer een ander moment vooruit kiezen om dat gedetailleerd uit te leggen. Maar de wil van ons om hier naartoe te gaan was omdat juist wij een overvloed aan auto's kregen en meedraaiden in de top van Nederland van het verwerken van de wrakken. Ja. En het heeft een jaar of 7-8 een beetje in een segment gezeten van je kon hier niet naartoe, je kon niet groeien. Want je had afspraken gemaakt van wat je uiteindelijk met dit gebied wil doen. Ja, ze zat eigenlijk een soort van klem. Je zat eigenlijk meer eigenlijk een beetje ingeklemd in het feit van is het nou wel verstandig om hier te gaan investeren terwijl er met andere partijen andere bedoelingen met dit gebied waren. Zonder tot in de details te gaan, want er is heel wat gebeurd en nog steeds eigenlijk. Ja. Hè? Er is ook nog steeds geen permanente oplossing over dit vijverterrein bekend. Nee. Dat zal zich ontwikkelen, dus ja, wat de toekomst leert, oké. Maar wat heeft dat persoonlijk met jou gedaan? Kijk, ik ben iemand, ik kijk naar zegeningen. Als je 's morgens opstaat en je gaat naar de dingen kijken die niet gaan, dan stap je 's morgens zagrijnig op. Ik kijk naar zegeningen en als ik kijk wat we met ons allen hebben bereikt, wel heel erg moeizaam en met veel tegenwind, dan is dat iets waar je niet leuk vindt. Nee. Ik had mijn tijd veel liever ergens anders aan besteed. Maar het maakt je wel in allerlei dingen sterk om te zorgen dat je, ook je kinderen maken het sterk om te zeggen van jongens, elk probleem wat er op je afkomt,
Dat is een uitdaging. Dat is een uitdaging. Dan moet je niet altijd gelijk maar als een probleem zien, maar kijk daar eens naar de oplossingen in. En dan kom je verrassend heel veel dingen tegen waarin mensen met je meedenken en meeredeneren. En doordat je dan toch, al is het dan moeizaam, toch nog de stappen krijgt die je eigenlijk graag wil maken. Ja. Ja, ja goed, en dan als we dan terugvallen op het woord vijvertrein. Ja, ik ben met name trots als je kijkt wat de dingen die hier wel goed gerealiseerd zijn. Daar ben je trots op. Wat is dat bijvoorbeeld? Nou, als je rondom je heen kijkt zo meteen en je ziet dat er is hier een standplaats gerealiseerd voor woonwagenbewoners. Er zijn hier wat garagebedrijven. En wat heb jij trouwens met woonwagenbewoners? Want je komt helemaal niet uit een woonwagen. Van vroeger uit van de kermis. En, maar goed, dan krijg je ook wel een stempeltje mee. Hè. Dat werd ook ergens mee geassocieerd. Uh-huh. Maar ik heb met name met woonwagenbewoners wat te maken, omdat ik daar in het verleden heel veel handel verkocht. Toen waren er heel veel kleine zelfstandigen. Ah, en de een had ijzer en de andere de vrachtwagentje. En dan kreeg je een goede band mee en een goede kennis aan. Wat heb je anoniem met woonwagenbewoners? Nou, weinig. Ik hoor af en toe wel eens, kijk, dankzij dat woonwagenkampje wat hierachter zit. Uh-huh. Dat hebben wij samen met de gemeente toegerealiseerd. En dan verwachten een hele hoop mensen. Van joh, dit gaat goed, dus Willem zou voor ons ook wel wat kunnen betekenen. Ik heb zo goed als ik water ging, heb ik geprobeerd om daar wat in te kunnen betekenen. Maar de wetgeving van de woonwagenbeleid en de mensen zelf, dat staat voor mijn gevoel haaks tegenover elkaar. En het is voor mij moeilijk om daar een belangrijkere rol in te spelen als die ik voor een aantal mensen heb proberen te doen. Nou, dat wil je eigenlijk ook helemaal niet. Ja, daar kan ik er niet bij hebben. Nee, ik bedoel, ik heb mijn eigen problemen hier en dan ga je zoveel op je bordje krijgen. Voor mensen die het niet weten, het vijverterrein, kun je dat nog eens kort duiden? Want het gaat om veel grond. Ja. Wat staat hier op het punt van gebeuren? De bedoeling in 1999 was om hier mijn hele bedrijf naartoe te verplaatsen. Ja. Maar dat kon niet van de provincie omdat die nieuwe woonbouwwijk hier was. Toen ben ik besloten met de gemeente Tiel om hier een woningbouwproject te maken. En die plannen die heb ik helemaal uitgewerkt. Ik heb een groot gedeelte, 3 hectare van de grond verkocht. Aan wie? Aan een groot bouwbedrijf hier in Nederland. Mm-hmm. En ik heb deelgebied 2, dus ongeveer 12.000 vierkante meter als bufferzone gehouden. En deelgebied 1, dat is hetgene wat de garagebedrijven zit, dat heb ik dus verkocht aan de ondernemers die toen in de jaren, beginjaren... Ja, dat is inmiddels allemaal gerealiseerd. Leuk gerealiseerd. Ja. Ik zou graag nog eens een keer met je willen praten over dat vijverterrein. De ins en outs en wat jou is overkomen. Kunnen we daar een afspraak over maken? Ik wil daar best wel een afspraak over maken. Maar ik zeg daar wel bij, er zijn ontzettend veel ontwikkelingen op dit moment. En goed, er gebeuren een hele hoop dingen. Er zijn een heel groot aantal mensen en partijen bij betrokken. Dus ik wil daar wel in alle rust wat over zeggen. En niet even in 5 minuutjes tijd van, dat is het verhaal. Zo werkt het met zulke soort zaken. Er gebeuren natuurlijk ontzettend. Nee, het is complex en het speelt al vanaf 89, vertel je net. Ik heb het in 89 gekocht. Ja. Of in 99 heb ik het gekocht. Oh, 90, ik heb het, sorry. In 89 was ik eigenlijk al met de trein bezig. Ja. Nou, kun je nagaan. Nou, die afspraak wil ik graag met je maken en dan gaan we daar een lange aflevering van maken rondom het vijverterrein. Dat doen we. Hey, mag ik je danken voor het gesprek? Ja, dat is goed. Jij ook bedankt. Ik vond het wel leuk.